De uitwerking wisselverwarming, een opgave van examen HAVO 2016, tijdvak 1. Het gaat over een trein met een wisselverwarming. Lees eerst even alles door, natuurlijk inclusief de vraag, en schrijf eerst alle gegevens onder elkaar op en daarna van wat wordt er gevraagd. Dus druk even op pauze, doe het even voor jezelf. En als je dat hebt gedaan, dan heb je, hoop ik, allemaal opgeschreven dat de twee verwarmingsnetten parallel zijn aangesloten met een spanning van 230 volt en iedere verwarmingsnet heeft een weerstand van 44,1 en gevraagd wordt het vermogen. Het komt soms is wel eens plezierig als je even een beeld vormt, dus even een grof schetsje en dan zie je dus dat je twee verwarmingsnetten hebt parallel op 230 volt. Dus ieder verwarmingsnet heeft die 230 volt over zich heen. Gevraagd wordt vermogen. Dan ligt het voor de hand dat je gebruik maakt van P is U keer I. U 230 volt en I dat is dus de stroomsterkte door zo'n verwarmingslint, natuurlijk wel twee keer. En die kun je berekenen, want ja, dan weet je de spanning en je weet de weerstand. Dus I is U gedeeld door R, de wet van Ohm. Je vult het in, 230 en 44,1. En dan is de stroomsterkte dus 5,215 ampère. En dan heb je dus U en je hebt I, kortom, 230 keer de stroomsterkte. En het vermogen is 1200 watt. Maar dat is natuurlijk wel voor ieder verwarmingsnet. Oftewel, het totaalvermogen is het dubbele, 2400 watt. Maar maken we 2,40 keer 10 tot de macht 3 vanwege de significantie. De punten. Kijk, die P is U keer I is al één punt waar natuurlijk dan wel weer iets nuttigs inschrijven, maar als je voor U dus 230 had ingevuld en I totaal niet wist hoe of wat dat moest, had je toch één punt gehad en let op, dat is een derde van het totaal aantal punten. Gebruik van factor 2 is op zich ook natuurlijk redelijk voor de hand liggend en tenslotte completeren van de berekening, oftewel geen rekenfouten, significantie en de juiste eenheid. Oké, vervolgens, even weer lezen, ja, de lengte doorsnede bepaalt vermogen van verwarmingslint en een meerkeuzevraag, altijd prettig, van wanneer heeft hij nou het grootste vermogen? Nou, het grootste vermogen is weer natuurlijk, P is U keer I, de U is 230, daar is weinig spannend aan. Oftewel, wanneer is het grootste vermogen als je het grootste stroomsterkte hebt? Wanneer heb je het grootste stroomsterkte? Dat is wanneer de weerstand het kleinst is. Nou, kleinste weerstand, wanneer heb je dat? Nou, dan moet die zo klein mogelijk in lengte hebben. Ja, want kleine lengte betekent dat de weerstand ontzettend klein is. En de doorsnede moet juist zo groot mogelijk wezen. Het moet zo dik mogelijk stuk wezen. Oftewel, antwoord B is hier het juiste. Het aantal punten was niet zo spannend. Het was gewoon het juiste antwoord. 1 punt. De lengte is 20 meter. Gevraagd de diameter. En dit is redelijk een standaardvraag. Ik wil niet zeggen dat het in alle examens komt. Maar je hebt heel vaak dat je zo'n soort vraag hebt. Dus gegeven is dat de lengte is 20 meter. Gevraagd wordt de diameter en dan maak je gebruik van R is rho mal L gedeeld A. A is de doorsnede, kun je berekenen met een kwart pi d kwadraat. En wat ook nog natuurlijk als gegeven was, is dat je de weerstand weet, namelijk 44,1 ohm. Metalen, magnesium. Let op, de zorgweerstand weerstand is hier gegeven, die staat daar helemaal aan de rechterkant. Natuurlijk, 10 tot de macht min 9 moet er nog wel voor, dus de zorgweerstand weerstand is 46 keer 10 tot de macht min 9. Vergeet die 10 tot de macht min 9 niet. En pas ook op dat je voor die rho niet de dichtheid neemt. Ja, wordt ook nog eens vaak gedaan en ja, dat is weer een beetje sneu. Goed, dus dit zijn de gegevens. R, de weerstand. Rho, de zorgweerstand en L, het aantal meters qua lengte. Dat vul ik allemaal in. En dan krijg ik dus deze uitdrukking,
lijkt een beetje moeilijk, maar valt best mee. En je kunt hem eventueel herschrijven. Kijk, op die manier. En ja, je rekent eerst eventjes wat er bovenuit staat. En dan heb je een beetje het idee van, hey, hier staat 3 is 6 gedeeld 2. Kijk, ja, hier heb ik hem. 3 is 6 gedeeld 2. Dus 2 is 6 gedeeld 3. Oftewel, A is 2,086 keer 10 tot de macht min 8. Eenheid van A is vierkante meter. Gevraagd werd niet de doorsnede. Maar de diameter. Dus ik maak nog eventjes één stapje. Namelijk A is 1/4 keer pi keer d kwadraat. Dit vul ik allemaal in. Links en rechts eventjes delen door 0,7854. En dan weet ik dat d kwadraat is dat. Oftewel d is de wortel eruit. En vergeet niet, ook hier weer natuurlijk de eenheid meters. Nou, dit is in feite genoeg. Je mocht natuurlijk eventueel ook het in millimeters doen, maar werd niet gevraagd, dus waarom? De punten weer. De formule weer. Rho is R maal A gedeeld L. Weer makkelijk verdiend. En ook hier, hè, opzoeken van de zulke dichtheid van magnesium, ook één punt. Ja, zulke mooie zaken om een punt te verdienen. Berekenen van doorsneden en tenslotte completeren van de berekening. Dus tenslotte nog de diameter erbij, etcetera, etcetera. Oké, weer eventjes een stukje leeswerk. En ja, je hebt daar twee punten, A en B. En A en B, die worden dus verwarmd door die gasbrander. En gevraagd wordt nou van, hoe komt de warmte in punt A en hoe komt de warmte in punt B? En je kunt kiezen door geleiding, straling of stroom, de drie vormen van warmtetransport. Nou, allereerst geleiding. Geleiding moet je weten dat het alleen in vaste stoffen voorkomt. Nou, dat betekent dus dat je er alleen B hebt. Straling, ja, dat is in lucht of in vacuüm. Oftewel, zeker niet in B, maar wel in A. En tenslotte stroming. Stroming is alleen in lucht of in vloeistof. Nou, B is geen vloeistof. A is wel lucht. Dus dit zijn de kruisjes. En je kreeg hier per juist kruisje 1 punt. Goed. Gasverwarming voert per meter 1 kilowatt aan warmte toe. Spoorstaven is massa gegeven. Gevraagd wordt hoe lang duurt het om van 0 tot 10 graden Celsius. Ook hier weer. Schrijf alle gegevens op, hè. Dat is zo belangrijk. Ja, dus ook hier even pauze, eventjes opschrijven. En dan heb ik opgeschreven, hoop ik, dat het per meter spoorstaaf 1 kilowatt aan warmte wordt toegevoerd. De massa 60 kilogram weer per meter. En het is gemaakt van koolstofstaal. Ja, ook dat is heel belangrijk. Kun je opzoeken in Binance zometeen. En gevraagd wordt hoeveel warmte of hoe lang het duurt van 0 tot 10 graden Celsius. En ja, ook hier weer per meter. En dan krijg je ook nog, neem aan dat de spoorstaaf homogeen verwarmd wordt. Als je niet weet wat homogeen is, let op, bij het examen mag je altijd gebruik maken, niet alleen van Binas, maar ook van een Nederlands woordenboek. Ja, dus neem ze niet gewoon altijd mee. Ik bedoel, een kleine moeite en het kan soms toch wel een plezier wezen. Homogeen betekent dat het gelijkmatig is opgebouwd, maar dat terzijde. Goed, de gegevens. Gevraagd wordt de tijd t ook nog natuurlijk. De warmte is 1 kilowatt. Nou ja, warmte is natuurlijk niet in watt, want watt is vermogen. In plaats van watt kun je ook opschrijven kilojoule per seconde. Dus de warmte die toegevoegd wordt is 1 kilojoule per seconde. Iedere seconde is de warmte 1 kilojoule die wordt toegevoegd. De massa is 60 kilogram. Het is koolstofstaal en dan kan ik opzoeken wat de soortelijke warmte is van koolstofstaal. De begintemperatuur is 0 graden Celsius en de eindtemperatuur is 10 graden Celsius, dus
temperatuurverschil is 10 graden Celsius of eventueel Kelvin. En voor delta T maakt het niks uit. De temperatuurverschil is 10 graden Celsius of 10 Kelvin. Ja, de absolute temperatuur, hè, dat is 0 graden Celsius of 273 Kelvin. En 10 graden Celsius of 283 Kelvin. Het verschil is en blijft gewoon 10. Dan, als je nu berekent hoeveel warmte je in totaal nodig hebt om die 60 kilogram op te warmen van 0 tot 10 graden Celsius. En je weet hoeveel warmte er in 1 seconde wordt toegevoerd. Dan weet je dus ook van, ja, hoeveel secondes heb ik nodig. Dus, dan ga je eerst berekenen hoe groot is de benodigde warmte. En dat doe je met deze formule, C keer M keer delta T. Allereerst C. Binas gegevens van koolstofstaal moet je even zoeken, want het is niet een echt metaal, het is een, wat hier staat, een alliage. Koolstofstaal staat daar. En let op, heb voor de warmte niet warmtegeleidingscoëfficiënt, maar je hebt hier nodig de soortelijke warmte. Ook hier, let op wat er boven staat, 10 tot de macht 3, dus die moet er nog wel bij. Dus de soortelijke warmte van koolstofstaal is 0,48 keer 10 tot de macht 3 joules per kilogram per Kelvin. Verder gegevens waren massa is 60 kilogram, delta T is 10 graden Celsius en Q, die willen we nu even weten, dus dat vul ik in. En je komt dus dat je totaal nodig hebt, staat op het eind, 2,88 keer 10 tot de macht 5 joules. En iedere seconde wordt er zoveel joule aangeleverd. Dus hoeveel secondes heb ik nodig? Op elkaar delen. En je krijgt dus 2,9 keer 10 tot de macht 2 secondes. De punten weer. De juiste formule, Q is zeker M keer delta T. Ook hier weer, hè, het opzoeken van de constante in binas. 1 punt verdiend. Hartstikke mooi. E is P keer T. Eigenlijk hebben we dat hier gebruikt, hè, omdat je het per seconde deed. Dus E is hier gelijk aan P. En computeer van de berekening weer 1 punt. Weer even lezen, weer heel veel gegevens, ook hier weer, druk even op pauze en schrijf alle gegevens op. En dan heb je natuurlijk dat er 52 wissels zijn, dat er 10 uur wordt verwarmd, dat één wissel een vermogen heeft van 11,2 kilowatt en dat een huishouden zoveel kub gas per jaar verstookt. En gevraagd wat hoeveel jaar het zou kunnen doen met Gronings aardgas. Ook hier weer, hey, er wordt een brandstof vermeld. Dus moet je meteen denken van, oh, Bina zou ik wel eens nodig kunnen hebben. Goed, dus gevraagd hoeveel jaar. Je hebt 5200 wissels. Per wissel 10 uur. En iedere wissel 11,2 kilowatt. En wat is joules per seconde? Nou, deze drie, 5200 wissels per wissel 10 uur, dus je hebt in totaal 52.000 uren. Oftewel, hoeveel energie, hoeveel warmte heb ik in totaal nodig? Dat is dus die 5200 wissels, maal de tijd, 10 uur, in secondes doe ik het. En daarna het vermogen van een wissel in joules per seconde. Oftewel, ik heb in totaal 2,1 keer 10 tot de macht 12 joules aan energie nodig, aan warmte nodig, voor het verwarmen van al die wissels. Dan het huishouden. Zoveel kub gas verbruikt het. En het is chronisch aardgas. Chronisch aardgas, kijk ik eerst weer even naar Binas. De stookwaarde, ja, zoek eventjes achter in Binas in de index op naar het woord stookwaarde. En dan kom je bij tabel 28b, stookwaarde van aardgas. Kijk, daar staat hij. Let op, hè, ook hier weer erboven, 10 tot de macht 6 heb je nodig, keer 32. Dus de stookwaarde is 32 keer 10 tot de macht 6 joules per kubieke meter. Oftewel, hoeveel warmte verbruikt een gemiddeld huishouden? Daar staat het, ja, 5,92 keer 10 tot de macht 10 joules.
Oftewel, hoeveel jaar kunnen ze ermee doen? Dan delen die twee op elkaar. 2,1 keer 10 tot de macht 12 gedeeld door dat andere. En je komt dus op 35 jaar als eindantwoord. We gaan weer even naar de punten kijken. Nou, het gebruik van E is die 5200 wissels maal T maal T. Ook hier weer het opzoeken van iets uit Binas, weer één punt. Inzicht dat je die twee op elkaar moet delen. En tenslotte de rest allemaal bij elkaar.